Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik ben met mijn opa achter. We zijn in Amsterdam, want opa heeft een afspraak. En ik breng hem, dus dat eigenlijk. Super stom, ik heb mijn camera wel bij me en ik wilde gaan filmen. Maar ik heb dus geen SD-kaart in zitten. Helemaal vergeten van het editen van gisteren. Maar goed, als ik straks thuis ben, dan doe ik dat er wel in. Nu even naar de afspraak en dan kunnen we zo weer terug naar huis. Doe je allemaal voor 10 cent? Niks. Echt niet? Hoezo? Nou, ik heb mijn... Oeh, het is wel heel licht. Ik heb mijn camera weer terug. Zo stom. En nu zie ik ook dat ik hem niet heb opgeladen. Dat is niet heel handig. Het gaat niet goed vandaag, maar maakt niet uit. We gaan weer terug in de auto. Want we gaan naar Rotterdam. Opa, weer een afspraak. Maar dit keer gaan we met z'n allen. Mama gaat mee. Ro gaat mee. En ik rij. Nou, het is alles behalve warm. Maar het is wel lekker weertje, want het is wel koud, maar de zon schijnt. Dus dat is nice. We zijn er. We zijn in Rotterdam aangekomen. Opa en mama achtergedropt op een afspraak. En wij lopen nu hier wachten tot ze klaar zijn. Maar het is wel echt heel erg rustig doordat alles dicht is eigenlijk. Heel raar. We lopen nu hier. Het is eigenlijk heel erg nice. Ik heb een foto proberen te maken, maar ik was eigenlijk niet van plan vandaag een foto te nemen. Dus mijn outfit is niet helemaal on point. Ja. Ik kan wel voor mijn feed even misschien een foto maken. Ja, ik had niet echt gepland op een foto vandaag, dus ik heb me niet helemaal leuk aangekleed, vind ik. Maar goed, maakt niet uit. We hebben ons rondje gemaakt. We hebben een heel klein rondje gelopen. Ze zijn namelijk alweer klaar. Echt 20 minuutjes. We hebben wel een foto... Oh, dat heb ik allemaal al verteld, hè? Oké, dat heb ik allemaal al verteld. Mijn handen zijn helemaal rood. Ik heb het zo koud. Veel te koud. Het is inmiddels avond. Ik heb eigenlijk echt geen idee hoe laat het is. 9:15. En Rohan die moest vanavond werken. En hij werkt bij de Plus. Get yourself a boyfriend. Ja, die chocola meeneemt voor mij. Wel is het niet helemaal de bedoeling van mijn lijn. Maar ik hoef het in ieder geval niet zelf te vragen en dan moet zelf mee. So, I'm very happy. Ik zal het niet allebei opeten. Ik denk dat ik dan ook echt heel misselijk raak. Dus een stukje mag ik wel. Maar goed, en ik zit hier ook echt op bed. Op mijn laptop zit ik even een film te kijken. En op mijn telefoon zit ik wat TikTok in elkaar te flansen. En Insta Reels dingen en zo. En een paar foto's... uitzoeken. Dus niet interessant. Goedemorgen. Het is vandaag woensdag. Ik heb echt eigenlijk best wel heel erg voor haast. Want ik moet mijn booster gaan halen. Ja, geen zin in. Maar het moet even. Ik heb gisteren niet gefilmd. Maar dat kwam eigenlijk omdat ik gisteren alleen gewerkt heb. En gewoon niks te filmen viel. En dan heb ik liever ook niet filmen als er niet bijzonder is. Want het is gewoon niet interessant voor jullie. Maar ik heb nu even haast. Ik praat zo even verder. We made it. Gehad. Zonder flauw te vallen. Ja, Rohan ging ook vaccinatie, dus ging met me mee. Maar goed. Nu moeten we een video opnemen vandaag. Ja. Oké. Okay. Wacht even, mijn autosleutels. Het doet nog geen pijn. We worden hopelijk niet ziek. We zijn in Rotterdam, want ik heb nog een video nodig voor vrijdag. We wilden eerst namelijk naar de aardbeien drive-thru. Dat leek me wel leuk. Want ik hoef niet iets groots. Het leek me gewoon leuk om allemaal kleine dingen te proberen. Maar die is blijkbaar dicht. Die is blijkbaar alleen het weekend open. Wist ik niet. Dus nu staan we voor die Hollywood drive-thru. Geen idee wat we gaan halen, want ik heb niet gezien wat ze hebben. Dus we gaan die kant op voor de video. Is misschien wel leuk. En ik heb nog geen last van mijn arm. Maar het is ook nog maar 2 uur geleden. Dus. Ja, wat hebben ze? Wafels, pancakes, sweet wafels. Hi, het is vandaag donderdag. Ik zie er echt niet uit. Dat kwam eigenlijk omdat ik vanochtend niet zo lekker was. Vanochtend nog even langs de dokter geweest.
Vannacht ook niet zo lekker, maar dat was heel even maar. Waarschijnlijk door de boosterprik. Maar goed, we gaan er niet zoveel omheen draaien. Nu ben ik onderweg naar het plus. Even wat te halen. Maar vandaar dat ik er nog niet uitzie eigenlijk. Maar ik heb eigenlijk nog genoeg te doen vandaag. En dat loopt nu allemaal een beetje achter. Omdat ik dus niet echt de tijd heb gehad nog. Maar goed, ik loop nu even naar het plus. En dan ga ik straks hopelijk verder mijn dingen kunnen doen. Een tijdje later, het is nu 4:15. Ik heb mezelf best wel kunnen oppakken. Ik zie er nog steeds niet uit hoor trouwens. Maar ik heb... TV staat trouwens heel hard. Sorry, ik kom door mijn opa. Maar ik heb best wel wat kunnen doen. Ik heb een foto kunnen maken en op Insta zetten. TikToks opgenomen. Best wel productief geweest eigenlijk. Dus dat is fijn. Nu was ik net langs de bus geweest en had ik dit gekocht. Want toen ik daar was, had ik daar zin in. En nu denk ik eigenlijk niet zoveel zin in. Maar ik ga hem denk ik toch gaan maken. Eigenlijk zag het een beetje uit, want ik moest nog wat achter mijn laptop doen. Waar ik gewoon geen zin in heb. Maar goed, volgens mij duurt het niet heel lang. Het is van die cookie brownie ding ofzo. Wat is er eigenlijk gebeurd met mijn cake? Of met mijn... Nou, je zo'n prullenbak deze. Oh, dat is een winkelbak. Laten we het niet hebben over hoe mijn brownie is geworden, jongens. Ja, maar dat ligt niet aan mij. Eerlijk, die oven doet zo raar. Nee, nou ja. De afval... Gaat het goed? De afgelopen 3 maanden, elke keer als ik wat wil maken, gaat er zo'n brandstuk in. Dus dat ligt niet aan mij. Ik heb alle standen geprobeerd in die oven, maar het is gewoon echt een slechte oven. En nou ben ik aan het editen voor de video van morgen. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. En wij gaan vandaag met vrienden naar Antwerpen. Superleuk. Ik ben er vorige week natuurlijk al geweest. Dus deze week nog een keer. Maar hun kwam met het idee en ik vond het eigenlijk wel een leuk idee. Maar ik heb eigenlijk een beetje haast, want volgens mij zijn ze er. En ik moet mijn tanden nog poetsen. Dus ik geef mijn sieraden pakken. Oeh, tanden poetsen. Ik heb trouwens dit aan. Een topje van Zara. Broek is van Pull & Bear volgens mij. We zijn bij de Primark. Oh, je ziet er al aan. Oh, Anna gaat weg. We zijn bij de Primark en het gaat wel erg goed. Het is niet zo druk als vorige keer, dus dat is wel nice. Ja, die zijn echt wel bad girl. Ja, die moet je kopen, man. Moet je maar alsjeblieft van mijn hoofd te halen. Nee, dankjewel. Deze heb jij nog. Nee joh, nee. Waar heb je hem vandaan? Dat weet ik niet. Gatje. Kom eens, gewoon even kijken. Dit staat toch niet mooi bij mij? Je breekt hem ook. Auw, mijn oog. Oh, wacht eens. Dan moet het erop blijven ofzo. Auw. Die zijkant doet pijn. Wat is dit? Kijken. Er zit er... Ja, wel, je lijkt er even. Nou, haal het er maar even af. Dankjewel. Ik doe die plak terug. Wat deed hij terug? We staan in de Bershka en ik heb een witte trui aan. Alleen ik denk niet dat ik het toe huis prima, maar ik weet niet, toch? Ik weet niet, ik voel hem niet helemaal, dus die wordt hem niet. Wel ga ik deze bodywarmer denk ik doen, want hier twijfel ik echt al zo lang over. En ja, de jongens zeggen het ook, Isa zegt het ook, dus ik denk dat ik het gewoon ga doen. En deze trui, ik twijfelde. Hij zit heel lekker, maar ik twijfelde heel erg omdat ik dacht, ja, hij zit niet... Een beetje kinderlijk of zo, maar toch vind ik hem wel, hij zit heel lekker. Dus we staan in de Zara volgens mij. Ja, Zara. Ik heb dit topje aan. Hij zit wel strak, puur omdat het gewoon echt wel stevig stofje is. Maar hij zit wel enorm lekker. En de bruine heb ik ook. Ik vind hem wel leuk of zo, want alles. Dus die vetjes hier zie je natuurlijk heel erg goed. Omdat hij helemaal echt op je lichaam is aangepakt van. Ik vind hem wel leuk. Die. En ik heb hem ook nog met korte mouwen. En hier nog een paar dingen. Die ik even wil passen. Maar ik moet zeggen, de vorige keer in Antwerpen was zo druk. Waardoor ik eigenlijk echt maar een paar winkels in geweest.
Nu is het een stuk rustiger, dus ik slaag echt wel een stuk beter. Johan draagt liefst alles voor mij. Is het zwaar? Ja, hè? Valt wel mee. Ja, wil je ze verder dragen? Nee. Nee, we hebben even snel wat te drinken gehad. We zaten net, waar zaten we? Daar ergens. En toen hadden we, hoe lang zaten we daar? 20 minuten of zo? En die vrouw kwam maar niet. Dus we hebben nu gewoon een cola bij de Mac. Wacht op Isa. Gaan we nog een beetje shoppen. En dan eten. Eten. Ja, het ziet er zo stom uit. Lekker natuurlijk. Eeuw, je zat echt heel nasty aan. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. En het is nog vroeg, want ik moet werken. Nice. Gisteravond waren we om 8:30 thuis of zo. Maar ik zal jullie vanmiddag nog wel even laten zien wat ik heb gekocht. Want het is best wat. Dus het is ook wel leuk om even te laten zien. En nu ga ik even naar mijn werk. We zijn thuis. Terug van werk. En eigenlijk niks op de planning staan. Want iedereen is weg. Naar een paar winkels of zo. Ik heb jullie nog wel beloofd om te laten zien wat ik gisteren heb gehaald. Dus dat ga ik zo even doen. En het is echt wel een saai. Mijn camera beslaat gewoon. Huh? Ja, hij lag nog in mijn auto. Ik was hem vergeten in mijn auto. Of tenminste beslaat. Hij is niet scherp. Ja, maar mijn camera voelt ook echt heel koud. Volgens mij is het alweer goed. Maar goed, dat ga ik nog even laten zien. Ik ga jullie even laten zien wat Chris heb gehaald. Ik heb deze twee tassen. Wel had ik ook nog een Bershka-tas, maar die is onderweg naar de auto op de terugweg kapot gegaan. Dus als eerste wat ik heb gekocht is dit hoedje. Eigenlijk kwam Ro hiermee en ik wilde hem niet kopen. Omdat ik dacht, ja, het staat mij niet. Maar ik weet niet, we waren zo excited. En Isa en Mike zeiden het ook dat het wel grappig was. En ik weet niet. Ik vind hem wel leuk. Jawel, ik vind hem wel leuk. Dat wel. Alleen ik heb zo het idee dat hij zo groot is voor mijn hoofd. Ik heb best wel een klein hoofd. Dus heel vaak zijn petten en hoeden gewoon groot. Maar ik weet niet. Aan de andere kant vind ik het ook wel wat hebben. Maar misschien moet ik gewoon nog heel even aan wennen. Maar in ieder geval die. Dan het volgende wat ik heb gehaald is deze body warmer van bij Bershka Comtés volgens mij. Maar dit is een body warmer. Die heeft een lichte kleur. En ik kan hem ook nog andersom dragen. Namelijk in een bruine kleur. Dus dat is echt super leuk. Ik had hem al een keertje eerder gezien. En toen twijfelde ik erover. En toen heb ik het niet gedaan. En toen zag ik hem weer. En toen dacht ik, weet je, ik doe het toch. Ook heb ik bij Bershka deze trui gehaald. Ik vind hem erg leuk. Ik wist niet helemaal zeker of ik hem nou leuk vond. Puur door het printje dingetje. Maar toen ik hem aandeed, vond ik hem toch heel erg lekker zitten. En ik vond hem wel leuk. En ik dacht, ja joh, past overal op. En zo'n trui is gewoon alleen maar fijn om te hebben. Dus die heb ik ook genomen. Die komt ook van bij Bershka. Gaan we volgens mij door bij de Primark. En ik heb echt heel erg lang al niks meer gekocht bij Primark. Maar echt, echt lang volgens mij. Het eerste wat ik heb gekocht, sokken. Want ik weet niet wat ermee gebeurt. Maar dan heb ik een toilettas die ik altijd gebruik. Ook op vakantie of als ik naar Roga. En die is echt al zo oud en die ziet er zo niet uit. En toen zag ik deze. Vond ik wel grappig. Met mijn C erop. Vond ik wel een grappig idee. En hij is wat groter. Dus hier kan ook gewoon, weet je wel, droge shampoo in plaats van los in mijn tas. En mijn make-up tasje was ook echt super oud. Past ook bijna niks meer in. En toen zag ik die. Dus ik dacht, weet je, dat past leuk bij elkaar. Bij de Primark heb ik ook een borstel gekocht. Ik heb deze borstel al. Maar deze heb ik zo ontzettend lang. En hij is zo vies. En hij moet gewoon weg. En toen zag ik deze. En toen dacht ik, het is precies dezelfde. Al moet ik zeggen dat deze komt van de Primark. En dit is van het echte merk. Maar ja, of het een verschil heeft, weet ik niet. Ik dacht, het is gewoon handig. En als laatste, ik koop eigenlijk bijna nooit kleding bij Primark. Tenzij ik het echt leuk vind. En toen kwam weer Rowan met deze. En ik zei eerst, nee joh, nee. Maar ik... Ja, ze hebben me weer overgehaald. Zelfs als bij die hoed. Ze hebben me overgehaald. Toen dacht ik, weet je, ik ben laatst heel erg van de
simpele kleuren. Dus de nude, zwart, af en toe een kleurtje, maar niet roze vaak. Maar ik dacht, ik probeer het wel gewoon. En hij zag er best wel mooi uit. Dus hij ziet er wel heel groot uit. Ik weet niet welke maat ik heb genomen. Oh, een M. Nou ja, een beetje oversized kan geen kwaad. Dus die heb ik ook genomen. Het volgende dat ik heb gehaald is van MAC. En eigenlijk heb ik dat gehaald door Isa. Omdat Isa was hiernaar op zoek. En toen zag ik het. Dacht ik, ik wil het ook proberen. Het is een Prep and Prime. Een matte fixing spray volgens mij. Waardoor je niet echt snel glans. Wat ik altijd heb is namelijk als ik mijn make-up heb gedaan. Ga ik heel snel glimmen. Dus misschien dat deze daarbij kan helpen. Dus die. Van mijn moeder heb ik met kerst een Le Olive pyjama gekregen. En toen zagen we dat ze bij Le Olive nu ook van die slippers hebben waar je dan initialen op kan doen. En die wilden we allebei heel graag. Alleen toen liep ik bij de Primark. En oh, deze komt ook nog van de Primark. Ja, dat was ik even vergeten. Liep ik bij de Primark en toen zag ik deze. Echt precies dezelfde. Maar ja, dan zonder initialen. Maar zo zien ze eruit. Eigenlijk echt precies hetzelfde. Maar dan van de Primark. En ze zijn zo ontzettend zacht. Het is echt bizar. En ik vond dit kleurtje wel leuk. Maar mijn moeder wilde ze dus ook heel graag. Dus ik heb ze ook voor mijn moeder gekocht. Maar die is al lekker aan het dragen. En ik heb ze voor mezelf gekocht. Dus ik ben hier heel blij mee. Dan bij de Zara. Wat ik altijd merk als ik met andere mensen ga winkelen. Zoals Isa nu. Dat heb ik ook wel eens als ik met mijn zus ga. Ik ga gewoon naar bepaalde dingen toe. Waar je normaal niet naartoe gaat als je alleen bent. En door mijn zus altijd ontdek ik ook van alles waar ik dan nu helemaal verslaafd aan ben. En dat is nu ook. Ik ga nooit eigenlijk bij de parfum van de Zara. Puur omdat ik dan denk, ja, het ruikt allemaal lekker, dat weet ik wel. Maar ik heb er nooit het geduld voor ofzo. Zelfs als dat je tussen al die rommelige kleding, als ze bijvoorbeeld uitverkoop is, heb ik er ook geen geduld voor. Maar nu was ik met haar aan het ruiken en toen rook ik deze. Zij heeft hem volgens mij ook genomen. En het is dus van Zara Gold heet hij. Woman Gold. En zo ziet hij eruit. De verpakking is nog mooi ook. En hij ruikt zo lekker. Dan kleding van Zara. Ik heb hier zo een topje. Het is een gestreepte top. Wit met groen. En hij is een heel klein beetje gekropt. Maar niet heel erg. Hij komt zomaar net tot aan je broek. En hij is wat dikker stof. Dus hij zit echt top. En hij sluit ook echt heel mooi aan. Dan deze. En hier ben ik echt zo verliefd op. Deze. Dit is een broekrokje. Dus van voorkant ziet hij eruit als een rok. Maar het is een broek. Ik weet niet of je het kan zien. Van de achterkant kan je het beter zien. Het is een broekje. Leer. En dan hier nog van die details. En ik zocht dan zo'n broekrokje. En deze vind ik echt heel erg mooi. Dus deze komt ook van Zara. Heel blij mee. Dan heel simpel een topje. Hij is echt, echt heel simpel. Ik twijfelde om hem te nemen omdat hij zo simpel was. Maar ik dacht ten eerste voor in de zomer is dit top. En gewoon een beetje onder een vestje of je jas. Het kan gewoon overal onder. En hij zit heel erg lekker. Hij is ook heel rekbaar. Dus hier ben ik zo blij mee. Het is een topje. Een body. En met lange mouwen. En hij is bruin. Maar het heeft dus een bepaald stofje. Ik weet niet wat voor stof het is. Maar het is heel rekbaar. Het voelt een beetje als dat turnstofje van vroeger. Weet je wel. Ik weet niet hoe je dat moet noemen. Maar hij is zo mooi. En hij sluit. Omdat hij best wel strak is. Sluit hij dus echt heel erg mooi aan op je lichaam. En met die mouwen zo. Dus hier ben ik echt heel erg blij mee. En hij staat ook echt heel erg mooi. En hij zit ook heel erg lekker vooral. Ook gekocht in het zwart. Even kijken hoe die zit. Maar dan in korte mouwen. Het ziet er echt raar uit. Lijkt een beetje op het turnpakje van vroeger. Maar met korte mouwen. Ik dacht namelijk dat dit echt top was voor onderblazers of wat dan ook. Dus dat is eigenlijk alles wat ik heb gekocht. Nu moet ik dit allemaal even gaan opruimen. Want dat is ook nog een dingetje. Even alle plastic overal van afhalen. En even deze aan mijn voetjes doen. Want hier heb ik ook heel veel zin in om hier aan mijn voetjes te doen. Ik heb even snel deze top aangedaan net. En ik dacht ik laat gelijk even aan jullie zien hoe het eruit ziet. Hij zit dus echt super leuk. Beetje kropt. Maar niet te lekker strak wel. En mijn slofjes. Zo zie je ze beter. Mijn ringlamp staat aan de andere kant. Ze zijn super lekker zacht. Dus helemaal blij mee. Ik moet nog steeds deze rotzooi opruimen. Want ik heb te veel TikToks gemaakt. Dus ja. Nu ga ik echt alles opruimen en ga ik mijn spullen pakken, want we slapen vanavond bij Aurora. Dus dat moet ik ook nog even doen. Het is vandaag. Zondag. Zo, ik moest even denken. Zondag. Skip. En ik heb al gewerkt vanochtend. Hoe laat is het? 3:00. En wij gaan nu naar het strand. Het is 3:10. Het is bijna hetzelfde. Ja, maar ze liegt. Het is 3:10. Ja, ze zien het niet, maar niet uit. Wacht, ik moet focussen. Doe je zo. Jeez. Je ziet helemaal niks nu. Wacht, en dan klik ik hier zo. Wat doe jij? Andere kant.
Deze kan niet. Oh, appjes mogen niet. Zie ik appjes mogen niet gelezen worden. Nee, nee, nee. Ik heb ook mijn teddyjas en die is een soort van open. Ik heb Iver gevraagd om een drone mee te nemen. Kunnen we zo drone zien? Zullen jullie in de video zien? Jullie gaan ervan uit dat ik allemaal... Normaal gesproken, Iver heeft hele mooie camera's. Normaal gesproken zou ik foto's willen, maar nu zie ik er niet uit. Net doe je haar gewoon een beetje. We zijn aangekleed. Ik heb hieronder een of andere thermobroek. Nou, dat is gewoon een broek. En een t-shirt van jou. Mijn eigen kleding. En dikke sokken. Handschoentjes. Als je nu nog koud krijgt, dan... Ja, ik begin eigenlijk nu een beetje warm te krijgen, want ik word op het strand niet meer. Het is nu warm, kijk, ben ik goed in jou? Kijk, het is echt koud. Echt koud, man. Deze stuk is niet barking, maar maakt niet uit. Let's go. Zijn bij een of andere meer? Ik ben even nieuw... Ro! Hoe heet het hier nou ook weer? Oh ja, Oostvoorn. Ik vergeet dat gewoon. Nou ja. Onze fotomodel voor vandaag. Wavy, wat doe je? Dit is de catwalk. There she comes. We zijn beland op het strand, wat? En ik heb mijn jas uitgedaan, want ik bedacht me omdat ik al die lagen had gedaan. We zijn allemaal foto's aan het maken. Ik dacht, ja, ik heb alle foto's dezelfde outfit. Dus ik dacht, ik heb ook nog dit. Dus niet het meest fantastische outfit, maar goed. En de zon gaat heel mooi onder. Kan je niet zien wel? Jawel. Wauw. Dus we zijn echt op het beste moment op het strand. En nu gaan we met de drone. Kan je ook shots maken van mij, denk je? Filmen? Als het lukt, hier komt de drone. Inmiddels is de zon weg en wordt het een beetje donker. Ik zie er niet uit, ik heb echt koude handen. Daar komt Ivar met Dana. Nu gaan we eten, want ik heb zo'n honger. Ik zit inmiddels weer in mijn auto. Ik ga onderweg naar huis. En het is inmiddels echt al een stukje later, dus kort voor 10. Ik heb mijn vlog al een beetje geëdit, dit en dat, maar ik moet het nog afmaken. Ik ga deze weekvlog nu afsluiten. Ik hoop dat je het een beetje leuk vond. Als je het leuk vond, vergeet geen blauw duimpje mogen doen. Te abonneren hieronder om meer van mij te zien. En dan zie ik je hopelijk bij mijn volgende video weer. Doei doei!